sportverkiezingen 2015 zijn weer voorbij. Voorzitter van de Campus Sportraad, Tony Zweers. Tevreden? Ik ben tevreden. Ik dacht dat veel mensen hier plezier aan hebben beleefd. En daar gaat het ons om. He, met name die sporters. Dat die een keer op een andere manier in kamp bezig zijn. En geëerd worden op deze manier. Dat geeft mij toch wel voldoening. En ook de spirit om er toch altijd weer op touw te zetten. Ook tevreden met de keuze die jullie benoemingscommissie hebben gemaakt. Met de nummer 1 en de nummer 2 en de nummer 3 in elke categorie? Ik ben voorzitter van de jury, dus sowieso ben ik tevreden met de uitslag. Maar meestal hoor je achteraf van dit had ik wel verwacht. Ik heb het nog niet gehoord, dus ik denk dat de mensen ook een terechte plek hebben gehad. Ja, maar goed, dat probleem, ik vind het geen probleem. Het blijft altijd appels met peren vergelijken, dus voor iedereen doe je het nooit goed. Nee, dat denk ik niet, maar daar mogen ze rustig mee komen. En we hebben een reglement en we discussiëren dat met een stel mensen die er echt verstand van hebben en ook eerlijk proberen te kijken. Ja, dat is met veel dingen die je organiseert. Er zijn altijd wel mensen die het niet goed vinden, maar ik denk dat het grosso modo wel akkoord is. Wat de aanmelding betreft, in het verleden was het nog wel eens zo dat er weinig respons kwam. Wordt dat de laatste jaren beter? Helaas wordt dat niet beter. Maar we zijn nu alweer begonnen met verzamelen van alle krantenartikelen. En aan het eind van het jaar komt dat weer allemaal aan de orde. En in november krijgt iedere vereniging een brief. En ik heb nu ook wel van mensen gehoord die hebben een Overijsselse kampioen, zoals dat tennisjongetje. Dat is een Overijsselse kampioen. Ik heb hem niet langs zien komen. En dat is wel jammer. Maar wij kunnen dat, de verenigingen moeten daar zelf ook actief in zijn. En daar ontbreekt het nog wel eens aan. Maar ik kan me aan de andere kant ook weer voorstellen, want die verenigingen zijn druk met van alles en nog wat. Ik ken dat leven. En aan de ene kant neem ik ze het niet kwalijk, maar aan de andere kant denk ik, kom op, promoot je vereniging. Dat was de sportverkiezing. Dan heb ik nog iets anders, want daar werd ik vanmiddag attent op gemaakt, door even een krant open te slaan. Daar zie ik dat de voorzitter van de Campus Sportraad zich zorgen maakt over de Campus Sport. Ik vertaal het maar even met mijn eigen woorden. Waarom? Ja, op zo'n avond ebt het even weg, maar volgende week worden we er weer mee geconfronteerd. Er moet nog flink bezuinigd worden op sport. En dat is een heidens karwei, want je kunt het niet weghalen bij de sportverenigingen. Als ik bedenk dat het Jeugdsportfonds, normaal zouden 60 aanmeldingen zijn. Er is al 250 aanmeldingen zijn daar gedaan om tegemoetkoming in sport voor kinderen te krijgen die minder kunnen besteden. Dat zegt wat, hè? Dat zegt wat dat je verenigingen niet moet opzadelen met nog meer verhogingen, accommodaties of weet ik wat. Want dan moeten zij de contributies gaan verhogen. Wat tot gevolg heeft dat minder mensen kunnen sporten. Want we leven allemaal in een moeilijke tijd, of allemaal. Toch veel mensen moeten op de penningen letten. En dat baart mij wel zorgen. Want die bezuiniging moet er wel structureel nog komen. En tot nu toe zie ik nog geen oplossing. We zijn hard bezig met een groep mensen en met de wethouder steeds maar overleggen. Maar en het is ook een beetje vreemd, want de gemeente die ambieert wel sport te promoten. En daar doen ze hun best voor met jokken. Jokken is nou weer een item en zo bewegen voor de jeugd zijn allemaal items. Maar aan de andere kant moet er bezuinigd worden. Dus maar dan zie je ook, krijg je van de week dat bericht, 6 miljoen moeten weer, zou Kampen dan minder te besteden hebben. Het wordt er allemaal niet gemakkelijker opgemaakt. Nee, maar ik begrijp het vanuit de gemeente ook wel, maar je moet elkaar proberen te vinden, hè, in dit probleem. En dat is een hele heis. Ik denk dat dat niet makkelijk is. Maar we proberen dat toch steeds maar weer met elkaar te bespreken. We hebben in april weer een overleg met de wethouder. Maar ik heb altijd wel als punt van, die verenigingen moet je niet meer belasten. Want ik hoor ook van vrijwilligers, die vinden het ook niet leuk als het allemaal zo
minder moet en met minder toe moet. Het zijn wel vrijwilligers, hè? Dat zeker. We hopen er nog op terug te komen, want vanavond blijft het een gezellige avond. We komen erop terug als er wat meer over bekend is. In ieder geval, ik wens u nog een hele fijne avond. Bedankt voor uw reactie en succes met het organiseren van nummer 32. Ja, we gaan er weer voor. We hebben het al over het item gehad, dus we zijn alweer op weg. Bedankt. Graag gedaan. Fijn dat jullie er waren.